dat u er allemaal bent in grote getalen. We zijn alweer bij de laatste aflevering van deze talkshow-serie Sportief. Met de titel Sport, een mannenwereld? Vraagteken. Toen ik dat las, nou, dacht ik toen in Nederland, een mannenwereld. Volgens mij moeten we het volledig hebben van de vrouwen. Ik kan me niet herinneren dat de mannen nog iets gepresteerd hebben in hockey bijvoorbeeld. Dat doen de vrouwen wel. Met wielrennen presteren we, schaatsen. Maar goed, we gaan het er allemaal over hebben. Is sport nou wel of niet een mannenwereld? Maar ook, zijn er andere barrières nog in de sport? Zijn er nog groepen die niet gelijk behandeld worden? Wat zien we ervan terug in de media? Een heleboel dingen. We gaan dat allemaal met de mensen hier aan tafel bespreken. U mag in de zaal ook wel meepraten. Laten we dat wel georganiseerd doen. Dus niet er dwars doorheen roepen, daar hou ik niet zo van. Als je iets wil zeggen, dan geef ik het liefst het woord. Stelt u zich dan ook even voor. En soms betrek ik zelf er ook wel mensen bij. Waarom doen we deze talkshow-serie? Het is de bedoeling. Praten over ons sportief gedrag en hoe we dat nou kunnen aanpakken. Daar gaan we een charter van maken. En die wordt later dit jaar opgesteld en aangeboden aan een ieder die daar wat mee wil. En zo gaan we kijken of we de sportwereld sportiever kunnen maken. Ik wil graag Tom Douden van Troostwijk, de directeur van VU Connected, die dit allemaal mogelijk maakt, eerst het woord geven. En dan daarbij de vraag, ja, wat is er al gebeurd? Misschien kan je dat even uitleggen. En wat gaat er allemaal nog gebeuren het aankomend jaar? Dankjewel, Barbara. Hartelijk welkom iedereen namens VU Connected. Wij zijn het ideële netwerk rond de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Hogeschool Windesheim. En wat we in de voetsporen van Abraham Kuyper willen, is die samenleving een stukje beter maken. Daarom, kijkend naar een probleem wat je in de Nederlandse samenleving ziet, namelijk de druk op prestaties. Dat is mooi, want daar kom je verder mee, maar tegelijkertijd heeft dat ook een hoge prijs. Dat zie je in de topsport, maar dat zie je ook in de amateursport. Recentelijk las ik nog in de krant dat wat betreft het aantal blessures er hoge maatschappelijke kosten zijn en dat die blessures, en dan ging het met name over voetbal, ontstaan door onsportief gedrag op het veld. Dus onsportief gedrag is niet alleen slecht voor de verhoudingen tussen mensen, maar heeft ook nog eens een economische prijs. Dat soort onderwerpen willen we graag aan de orde stellen in deze drie talkshows. De laatste vandaag helaas alweer, want ze zijn enorm interessant en inspirerend. Barbara doet dat helemaal geweldig. We hebben de eerste over doping gehad. De grenzen die er zijn als het gaat over de vraag van hoe ver mag je gaan in het stimuleren. We hebben het over geweld op het sportveld gehad. En vandaag dus, ik moet mij wat bescheiden opstellen, over de mannenwereld. Of beter gezegd, is sport een mannenwereld? Nou, of is het haantjesgedrag wat daar de scepter zwaait? We gaan op weg naar een charter. Barbara zei het al. Daar kunt u ook aan meedoen, aan een bijdrage wat er in dat charter moet komen te staan om sportiviteit te bevorderen. Daar zullen we straks nog wel iets over zeggen. En we zijn bezig met een wedstrijd, maar dan in de goede zin van het woord, van maatschappelijke initiatieven, initiatieven op het gebied van sport, die juist groepen naar voren probeert te krijgen die anders een beetje in het onderspit dreigen te delven. En dat komt allemaal later dit jaar, maar Barbara zal daar nog ongetwijfeld meer over vertellen. Ik wens u allen en mijzelf een hele inspirerende middag. Dank u wel, Tom Douden van Troostwijk. Ik wil eigenlijk vragen of de mensen die aan de zijkanten zitten misschien de plaatsen in het midden willen nemen. Er zijn hier nog behoorlijk wat plaatsen, want anders dan kijken jullie tegen ruggen aan. Hier zijn nog voor drie plekken, daarachter. Het is voor jullie zelf denk ik prettiger. Hiervoor is ook nog een plekje om niet tegen een rug aan te kijken. We hebben het vorige keer gehad over agressie op en rond het veld. Achter mij komen, als het goed is, een aantal aanbevelingen die toen gedaan zijn. Onder andere deze van Paul van Lange. Zorg dat de wedstrijd rechtvaardig verloopt. Zet techniek in om scheidsrechters bij hun beslissingen te assisteren. Dat is natuurlijk altijd in het voetbal, komt dat veel naar voren, dat dat eindelijk eens moet gaan gebeuren. Danielle de Bruin, Olympisch kampioen waterpolo, heeft ook een aanbeveling gedaan. De tuchtcommissies moeten straffen op maat. En mensen voelen zoiets het beste in hun portemonnee. Daarom werkt een schorsing en een boete heel goed. Peter Beek, decaan faculteit bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit,
Beloon goed gedrag en maak werk van fair play prijzen. Nou, dit alles komt u natuurlijk ook allemaal op de website nog teruglezen. Maar we gaan snel beginnen met vandaag. Sport, een mannenwereld? Vraagteken. We gaan daar praten met Bibian Mentel, een kampioen aan onze tafel. Een meervoudig Nederlands kampioen. Was een grote internationale ster ook op de halfpipe en snowboard. Invalide sport, u kunt het misschien niet zien. Maar ja, invalide, dat ga ik zo van jou zelf horen of je dat niet een vreselijk woord vindt. Maar Bibian mist een onderbeen. En moest toen met die vorm van topsport stoppen. We gaan met jou over hebben of jij verschil merkt. Vrouwen, mannen, maar ook natuurlijk gehandicapt, niet gehandicapt. Goed dat je er bent. Marijke Fleuren, president van de Europese Hockey Federatie. Dat gebeurt niet vaak. Ik kom heel vaak op sportgelegenheden, sportbesturen. Er zijn niet heel veel vrouwen op hoge posities, zelfs nergens in Nederland, maar dus ook niet in sportbesturen. Agnes Elling, sportsociologe bij het Mulier Instituut, het Centrum voor Sociaal Wetenschappelijk Sportonderzoek en de enige zonder noemenswaardige titel, mijn vader Frits Barend. Goed, laten we beginnen met de eerste stelling. De sportwereld is aards conservatief. Bibian, wat vind je daarvan? Aards conservatief. Ja, op zich wel een beetje inderdaad. Ik ben wel inderdaad van mening dat de sportwereld een mannenwereld is. Absoluut. Zeker als ik het betrek op mijn eigen sport. Is het snowboarden is nog steeds wel een mannenwereld. Waar de vrouwen het echt ontzettend goed ook doen. Op dit moment is er ook een Nederlandse dame die in de wereld op snowboard naast Nicolien Sauerbrei natuurlijk een gouden medaille. Dus wat dat betreft zijn we wel aan het boksen, maar ik denk wel dat het nog steeds redelijk conservatief is en redelijke mannenwereld is. Aards conservatief dus nog. Marijke? Helemaal niet. Nee, ik vind het helemaal niet aards conservatief. Ik vind sommige sporten vind ik conservatief en dan kijk ik eigenlijk meer naar spelregels dan naar mensen, mannen of vrouwen. Ik kan ook heel veel voorbeelden noemen van zeker de laatste 10 jaar... dat ik het gevoel heb dat vrouwen het helemaal hebben overgenomen. En als ik kijk naar de laatste Olympische Spelen, dat was duidelijk, dat was echt een vrouwengebeurtenis. Op dit moment in de sport, ik denk dat elke grote sport vrouwen in de gelederen heeft die het goed doen. Maar ja, het is altijd een beetje moeilijk om te zeggen aardsconservatief of niet. Gaat het alleen maar over mannen of vrouwen? Of... Op allerlei gebieden. Op allerlei gebieden, ja. Nou, ik denk dat we de goede kant op gaan. En ik denk dat zeker wat vrouwen betreft het aan onszelf ligt. Het ligt aan onszelf, dat het zo conservatief is? Nee, tot wat we eraan doen. Wat we eraan doen. Ja. Agnes. Ja, nee. Hè. Als wetenschapper moet je altijd... Kunnen jullie het goed horen? ...genuanceerd zijn. In zekere zin is het helemaal niet conservatief natuurlijk, die sportwereld. Want ze moeten tegenwoordig wel innovatief zijn. Hè. Je moet vernieuwen, continu, anders stel je niet meer mee. En dat kan alleen maar door steeds nieuwe wegen in te slaan. Terwijl juist op maatschappelijke vlak denk ik dat sport zeker niet voorop loopt. En dat weten we inderdaad qua emancipatie van zowel vrouwen, etnische minderheden, mensen met een beperking. Hoe gepraat wordt over ethische thema's, is meestal sport niet de eerste die dat soort aspecten op de kaart zet, zeg maar. En die loopt daar altijd een beetje achteraan. Wanneer we in de rest van de sportredactie, daar weet je natuurlijk alles van. Echt hoor, bij alle krantenredacties, die waren allemaal minstens half vrouw. En inmiddels is dat zo dat bij de meeste sportredactie ook wel een vrouw aan tafel zit. Dus ja en nee. Er is nog genoeg werk in ieder geval. En er is ook hoop, ja. Nou, zo erg is het ook niet. Frits? Ik vind de sportwereld heel conservatief, maar ik vind... Vooral Nederland heel conservatief. Het is natuurlijk ook sportwereld, het is het handhaven van regels. En het handhaven van regels impliceert dat je conservatief bent. Maar ik zeg wel eens, Nederland lijkt qua sportgebied op een fundamentalistisch islamitisch land. En wat bedoel je daarmee? Dat wij vrouwen nog altijd als minderwaardig beschouwen. In alle talkshows wordt over vrouwen gesproken dat ze eigenlijk niet meedoen op sportgebied. Terwijl mevrouw Fleur het al zegt, als wij Olympisch mee willen doen, hebben we het alleen maar aan de vrouwen te danken. Maar vrouwen... neem het schaatsen, met alle respect voor Mart Smeets, een van de beste collega's die ik heb. Maar als het belangrijk wordt, zit Mart Smeets er. En als het onbelangrijk is, mag Dionne de Graaf het doen. En dat zie je wat u net zegt. Er is op alle redacties heb je evenveel vrouwen als mannen. En er is ook wel eens een vrouw op de sportredactie. Dat is dus ongelooflijk dat je dat al aanvaardt als iets normaal. Een vrouw op de sportredactie, bij hoge uitzondering. En als die vrouw er is, dat weet jij ook uit ervaring, Barbara...
Ik heb veel gereisd. Het is voor vrouwen ook heel moeilijk, want zodra de mannen aan zijn in het buitenland, zoeken ze het bordeel op. En een vrouw gaat niet graag mee daar naartoe. Dus als vrouw voel je ook niet thuis in die wereld. Ja. Ja. Heel. Dat klopt. En ik zeg je, ik heb er ook heel veel bestuursleden naartoe zien gaan. Van Fleur, herkent u dat ook? Ik ben nooit naar een bordeel geweest, nee. Nee, ze nemen u niet mee. Nee, ze nemen mij niet mee. Nee, ik sluit niet uit dat de bestuursleden naar een bordeel gaan. Maar gelukkig heb ik daar nooit iets van gemerkt. Nee, maar herkent u wat meneer Barend zegt? Wat meneer Barend zegt, ja. Ik denk dat meneer Barend wel probeert te chargeren. En dat is ook goed, want daardoor krijg je natuurlijk de echte discussie. Ik probeer toch gewoon even vanuit mijn eigen belevingswereld ook te kijken. En ik heb ook heel veel goeds meegemaakt en heel veel positieve dingen en ook heel veel verandering gezien. En ja, een groot gedeelte van mijn belevingswereld is de Hockeybond. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. En ik heb het gevoel dat daar heel veel vrouwen een kans krijgen en die het ook pakken en op een buitengewoon goede manier. En waarom zou dat, denk ik, bij het hockey wel zo zijn? Ja, ik heb geen flauw idee. Komt dat misschien omdat de hockeydames het ook al zo goed doen, dat het dan makkelijker is? Die doen het beter dan de mannen? Ja, en niet alleen in Nederland. Als je kijkt naar het Argentijnse dameselftal, dat is echt gewoon de top van het land. Luciana Aymar had de prijs van de beste sporter en niet Messi. En we hadden vorig jaar daar de WK van het hockey vrouwen. En ik ging naar huis en ik kwam langs een benzinepomp, want daar ging je koffie drinken op de busreis. Alle kranten vol met vrouwen en voorop Aluciana overal. Nou, het is echt indrukwekkend. Ik heb ze ook allemaal gekocht en ik bewaar ze ook altijd, want het kan wel. Als je echt iets neerzet, dan krijg je echt ook de helden. Maar ik denk het belangrijk is. Het is niet maatschappelijk bepaald ook al. We hebben natuurlijk hockey, hoe je het ook went of keert, zit in de hogere klas van onze maatschappij. En daar is natuurlijk een duidelijke emancipatie zichtbaar. En het probleem is juist, ik neem Ajax altijd als voorbeeld. Het achterland de Bijlmer, daar wordt weinig gehockeyd. Daar lopen tienduizenden meisjes rond die dolgraag willen voetballen. Het is ongelooflijk dat Ajax, en ik weet dat Johan Cruijff, als hij zijn zin krijgt, binnen een jaar vrouwenvoetbal gaat introduceren bij Ajax. Maar het is ongelooflijk dat een club als Ajax nog geen vrouwenvoetbal heeft. Ja, helemaal eens. Waardoor die meisjes. Ja, maar het is toch helemaal niet commercieel, Frits, om vrouwenvoetbal te doen? Daar vergis jij je in, Barbara. Want ik denk dus dat als je dus vrouwenvoetbal in die Bijlmer, dat Ajax je doel kan zijn als meisje. Voor elke Amsterdammer is ooit het doel als je wil voetballen bij Ajax te voetballen. Dus ook meisjes hebben dat. Je weet dat zelf uit eigen ervaring. Buitenveld, dat is een grote voetbalclub waar heel veel meisjes voetballen. Die zouden dolgraag bij Ajax willen voetballen. Als die meisjes eenmaal meegaan naar voetballen, gaan ze ook naar het stadion. Ik denk dat je een heel veel leukere, veel betere sfeer in het stadion dan krijgt als daar veel meer vrouwen komen. Maar ook daar is wel veel veranderd. Dus ik denk, die beide moet je benoemen. Je hebt net grote verschillen, maar je kunt niet zeggen, de sport. Ik had ook zoiets van, nee. De mannenwereld is onzin, want. Nou goed, er zijn sporten waar het 50-50 is. Leg iemand, je hebt cijfers, hè? Ja, we kunnen in ieder geval laten zien van algemene sportdeelname. We gingen hier meteen naar topsport. Terwijl als je kijkt naar algemene sportdeelname. Dit zijn vrouw-man. En dit zit op de algemene. Minimaal 12 keer per jaar. Definiëren wij de sporter. Als je iets zegt, regelmatige sportdeelname kijkt, dan zie je een iets groter verschil. En als je dan bij lid van sportverenigingen kijkt, zie je nog. Maar ja, het verschil is niet groot. Dus eigenlijk is het wat dat betreft ook bijna geen thema voor bijvoorbeeld VWS meer. Sportdeelname man-vrouw wordt eigenlijk niet meer als thema gezien. Want dat is een beetje zo gelijk. En dat is een vrije keuze, wordt gezien. Dus als je inzoomt op takken van sport. Meteen onderbreken. Ja. Zeynep, is er een microfoon? Kan jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Zena Magloef. Ik ben van stichting Be Interactive. Be Interactive houdt zich bezig met wandelen en hardlopen. Hoe heet je stichting? Sorry, Be Interactive. Be Interactive. Be Interactive, ja. Ja. En Zeynep, welke achtergrond heb jij? Ik ben Marokkaanse, maar ik woon inmiddels al 38 jaar in Nederland. Ja, maar herken jij dit beeld, dat het ongeveer gelijk is? Mannen, vrouwen in Slotervaart, waar jij woont? Nee, het geldt in ieder geval niet voor mij en. En de vrouwen en meisjes die zeg maar dezelfde achtergrond hebben als ik, absoluut niet. Want waar lopen jullie nog tegenaan? Tegen nog heel veel dingen eigenlijk. Ik moet wel zeggen, Be Interactive is al bijna 7 jaar bezig nu. Het is wel veranderd voor dat hardlopen buiten. Dus dat vrouwen ook zichtbaar met oefeningen buiten zeg maar, bezig zijn. Het is wel veranderd. De eerste keer bijvoorbeeld dat we gingen hardlopen met het groepje vrouwen, werd er uitgejouwd en er werden echt lelijke woorden naar ons toegeroepen door
mensen van de gemeente. Mannen, die bezig waren met de groenvoorziening. En nou ja, dat, nu gebeurt dat niet, maar we zijn er nog lang niet. Dus maar het is een mooi voorbeeld inderdaad van verschillende groepen vrouwen. Dankjewel. Die duidelijk minder mogelijkheden hebben. Je ja, het ook, en dat heeft met inderdaad opleiding en etniciteit te maken. Want ook qua opleidingsniveau dus zitten we er in, om even wit Nederland is ja, in brede dit, zin. Ja, dit ja, zijn algemene grafieken. En terwijl je ze inzoekt op of tak van sport. Hè, je noemde het zelf voetbal versus hockey. Is een heel groot verschil. Hè. Nog geen 10% van de KNVB zit hier. Is meisje vrouw. Terwijl het wel enorm gegroeid is de laatste jaren. En onder andere mede door een groot aandeel meisjes van niet-Westse etnische achtergrond. Oké, maar goed. Dus we moeten ook denk ik wel de positieve zaken benoemen. Maar ook kijken. Dus je moet vooral inzoomen. En sport is een mannen, ja, dat is heel breed. En daar denk ik, nee, dat is een beetje te leeg ook. Dus waar hebben we het over? We hebben het over net specifieke sport. We hebben de bepaalde groepen. En we hebben het over nog specifieke dingen waar nog steeds wel ongelijkheid is. De waardering ook. Ja, dat wil ik naartoe. Maar ga je gang. Nee, helemaal goed. Ga je gang. Nee, het is net als, ik kom er even, ik ben ambassadeur van de Cruijff Foundation. Want de Cruijff Foundation ontzettend mee bezig is om ook invalide sport of gehandicapte sport te propageren. Die mensen trainen net zo hard. Vaak nog veel harder. Moeten er veel meer offers verlaten. En er is geen enkele aandacht voor. En vrouwensport en invalide sport lijken alsof het hetzelfde niveau ligt qua aandacht in de media. En ik vind een publieke omroep, het woord publiek zegt het al, heeft een publieke taak. Commerciële omroep is iets anders. Maar publieke omroep heeft een publieke taak. En heeft dus ook de plicht om evenveel vrouwensport, alles maar van 6 tot 7, evenveel vrouwensport uit te zenden. En ook gehandicapte sport. Die mensen werken er keihard voor. Het is topsport op hun niveau. En wij bepalen als journalist niet wie er naar gaat kijken. Dat bepaalt het publiek zelf wel. En als je het niet uitzendt, wordt er ook niet naar gekeken. Nou. En op dat gebied zijn we. Ja, ben ik helemaal mee eens. Inderdaad, het is echt vechten om een beetje media-aandacht. Terwijl ik me ook geloof dat het kan helpen in de beeldvorming überhaupt. Doordat het niet wordt uitgezonden, blijft de bevolking nog altijd eng en gek en raar vinden. Waardoor het ook nooit groter zal worden. Dus wordt er nog altijd gekeken naar mensen met lichamelijke beperking van, wat is er? En dat is gewoon jammer, want het is helemaal niet nodig. En daar zie jij nog steeds, daar zie jij een hele, hele duidelijke taak, juist van de media. Ja, absoluut. Ook van de sporters, hoor. Ik denk dat er gewoon, er zijn natuurlijk een aantal fantastische voorbeelden al die opgestaan zijn. Noem een Esther Vergeer of een Keesha van de Klooster, Paralympisch skier. Ja. Dankjewel. Die gewoon een goed voorbeeld zijn en daarmee toch gewoon laten zien wat er nog kan. Ik probeer altijd te kijken naar van, jongens, kijk naar wat er nog mogelijk is in plaats van de beperkingen. En is het aantrekkelijk ook om naar te kijken? Ja, vind ik wel. Sport? Absoluut. Want we zien het amper. Je moet er naar zoeken. Ja. Klopt. Ja, ik vind het heel aantrekkelijk om te zien. Te meer ook, ik ken dan vaak, zeker binnen mijn eigen sport, de verhalen erachter. Maar dat maakt het nog bijzonderder en nog aantrekkelijker. En ik denk niet alleen voor mezelf, maar ook voor een heel grote groep andere Nederlanders. Dus misschien moet je het ook wel op een andere manier, dat je de verhalen juist laat zien? Ja. Ik denk dat een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld darts. Ja, als voorheen zouden mensen waarschijnlijk, darts, weet je, oninteressant, niet leuk. Terwijl toen Raymond van Barneveld, ik weet niet, jij was de jaartal ben ik niet zo goed in 99. 95. Kijk, 95, nog een paar jaren geloof ik. Toen die won en SBS, die zette daarop in en die bedacht, we gaan daar een verhaal van maken. Nou, heel Nederland achter de darter. En ik heb toen sporthelderonderzoek gedaan. Hij stond op nummer 3, Raymond van Barneveld. Ja, fantastisch. Was ook dus dat geeft aan dat de media ook heel veel macht heeft in die zin. Het is deels wel zo, we weten dat merendeel van het Nederlandse sportpubliek en heel veel mannen willen vooral voetbal zien. Dat weten we ook. Terwijl, ja, je kan echt sturen. Want de media zegt nu van, maar ze kijken niet, dan hebben we geen zin. Terwijl we van Olympische Spelen, we weten, dat is een veel groter arsenaal wat getoond wordt. Het waterpolo nu in Eindhoven. Ja. Waarom is die wedstrijd van gisteravond in Nederland niet live uitgezonden? Ja, een fascinerende wedstrijd. Ja. Mogen we niet zien. We moeten naar een of ander, weet ik veel. Ik bedoel, er zijn 3 netten waarvan de helft van de programma's niet het aanzien waard is. Maar die wedstrijd Nederland-Italië mochten we niet zien. Nee, maar ik zal nooit vergeten ook dat Louis van Gaal afscheid nam van Ajax. Ik weet niet meer hoe lang geleden dat is. Een interview van, ja, bijna. Van 3 kwartier. Ik dacht, hoe is het godswil mogelijk dat we daar naar moeten kijken? Ja. Maar een ander goed voorbeeld, Frits, was dat jij hebt ooit volgens mij bij Tine Vriesekoop geïnterviewd. Ik geloof 10 jaar geleden of zo. Ja. Prachtig interview. Ja. En dat zijn de voorbeelden waardoor ik denk dat mensen beseffen hoe belangrijk het is dat je ook de vrouwen centraal stelt. Maar ik begrijp ook, jij vindt ook dat er meer vrouwenvoetbal op tv moet.
Denk je dat dat niet juist afschrikt? Ik zal maar uitleggen wat ik bedoel. Het Nederlands elftal is op dit moment op een goed niveau. Dat is echt heel leuk om naar te kijken. Die wedstrijden kan je live in zijn geheel zien. Maar de Eredivisie is nog niet dat aanzien waard. Maar toch, je kunt sport echt... Je moet mensen meenemen. En het hoogste... De verhalen creëren. Ja, want daar gaat het toch echt ook om bij sport. Hè? Het is niet altijd het hoogste niveau wat het allerinteressantste om naar te kijken. We kijken hier naar de eerste divisie. Ja, dan kun je ook zeggen, hey, vergeleken met de wereldtop, wat is dat dan interessant? Nee, het is interessant omdat je daar partijen hebt en dan creëer je... Nee, maar Barbara, wat jij zegt, ben het volledig met je eens. Dordrecht tegen Volendam is niet om aan te zien. Nee. En dan kunnen we en dat wordt dan live op RTL 7 uitgezonden of ergens. En we hebben gezien, hè, toen de vrouwen dat in het EK goed deden, dan ging de pers. Maar ook was na de halffinale uit Eurosport zond het uit. Ja. Maar dan zie je dus wel, en dat het mensen kan interesseren, maar ze moeten natuurlijk wel leren dan wie is. Want als je dat helemaal niet weet, kijk, het honkbal hier werd even gezegd, dat geweldig dat het achteraf dan zo goed is, maar ik ken geen één naam meer. Ja, ze hebben goud gewonnen, maar er is geen verhaal van gemaakt. Nee, dan is het niet interessant, van tevoren niet, en achteraf ook niet, want je vergeet het. Ja, maar je moet ook wel reëel zijn. Kijk, als wij een wereldkampioenschap organiseren of een Champions Trophy, dan zien we dat we, als we vrouwen en een mannentoernooi samen doen, dan krijgen de vrouwen heel veel aandacht. Ja, ja. Hebben we alleen een vrouwentoernooi, dan kan het zomaar zijn dat op zaterdagmiddag, nadat Nederlands elftal heeft gespeeld, het gewoon leeg is om 4:00. Dus terwijl er nog 2 of 3 interessante wedstrijden zijn. Het blijkt gewoon dat het publiek afkomt op een mannenwedstrijden. Meer dan op vrouwenwedstrijden. En wat doen jullie daaraan om dat... Ja, wij proberen natuurlijk dat te bevorderen. We hebben ook door de combinatie te maken. We weten, als we de combinatie maken, krijgen de vrouwen... Manier. Ja, dat is de enige manier. Behalve als de vrouwen bijvoorbeeld van Den Bosch spelen. Die zijn gewoon echt heel goed, hoe ze het ook doen, jaren achter elkaar. Die krijgen aandacht. Is de publieke taak, vinden jullie allemaal van de NOS, om vrouwen, gehandicapten, sport allebei uit te zenden? Zeker. Vinden jullie dat allemaal? Ja. Zijn er mensen hier in de zaal die dat niet vinden? Maar niet 50-50. Dat niet 50-50? Zo van... Ja, moet het 50-50? Nee, natuurlijk hoeft het niet. Maar je moet wel, wij spreken, jij zei dat die voetbalwedstrijd, die kan best even 2 minuten staan, wat ik krijg van Twente, Telstar, vrouwen. Waarom niet? Ja. De doelpunten, dan heb je alleen maar hoogtepunten. Ja, ik krijg ook hoogtepunten van Dordrecht, wat ik net zei, tegen wie ik veel ze heten, tegen de eerste divisie. Ze kunnen er allemaal niks van, maar ik moet er wel naar kijken. Ja, als wij hoofdklassewedstrijden hebben en de vrouwen en de mannen spelen tegelijk thuis, dan doet NOS altijd 5 minuten samenvatting voor vrouwen. Maar goed, ik chargeer hoor. Ja, en... Maar wat nog wel ook interessant is, ik weet niet of je daar die beeldvorming ook in meeneemt, want het is wel zo, het grote publiek, hè, dat zijn ook mannen. En vrouwensport wordt soms gedacht, dat kunnen we vooral verkopen om het aantrekkelijk te maken. Hè. We hebben het voorbeeld van Badmintonbond die verplicht wilde dat hun de speelsters rokjes gingen dragen. Dat is, oké, de hockey, is dat al een traditie? Terwijl denk ik ook waarom is dat. Maar je wil dat ze naakt gaan. Je wil dat ze naakt gaan. Mag ook. Maar het is een hele rare idee natuurlijk eigenlijk, dat we denken, het ging toch om sport. Maar er wordt dus wel gedacht, en ergens klopt het, sport is ook entertainment. En dat weten we ook. Bij mannen worden natuurlijk sportregels soms aangepast, omdat het beter verkoopt. En wat wil het publiek? Het moet sneller. En het idee is vooral, we kunnen vrouwenwedstrijd verkopen door het sexy te maken, want er zit vooral een mannenpubliek. En dat weten we ook, want wie nu een sportkatern leest in de krant, dat zijn vooral mannen. Omdat er natuurlijk ook vooral aandacht is voor voetbal. Maar het is grappig wat je net zegt. Ik dacht dat ook aanvankelijk. En ik hoor van zowel hockeymeisjes, er is nu een wielerploeg, Specialized. En die heeft via zijn kledingmerk, hebben ze speciaal vrouwenkleding. Dus daar rijdt Clara Hughes, rijdt er nu. En daar is speciale vrouwenkleding voor gemaakt. En die vrouwen voelen zich heerlijk in die speciale vrouwenkleding. Ja, maar er is wel een verschil. En die hokjes, maar die hockeyvrouwen zien het op de een of andere manier toch. En die voelen zich heel prettig in die specifieke vrouwen. Mag ik die even uitleggen? Ja. Ik moest vroeger altijd voetballen in het tenue van de jongens. Nou, jongens en meisjes zijn iets anders gebouwd. Dus die meisjes zijn over het algemeen ietsje steviger. Dus die broekjes zaten veel te strak. In het Nederlands elftal moest ik de afgedankte tenuutjes van de jongens dragen. Het waren zulke shirts en zulke broekjes. Ja, logisch dat ik me daar niet lekker in voelde. Dus dat je een vrouwen tenue maakt, is heel logisch. Dat hoeft niet per definitie sexier te zijn. Dat zit gewoon lekker. Maar het staat daar ook leuk. Als vrouwen zelf kiezen om zich te verkopen aan de topsporters, en dat mag prima, verdienen ze extra mee. Logisch, ze hebben al minder geld, dus je moet... Maar ze moeten ook in broekjes kunnen tennissen. Nee, dat is toch ook geen sprake. Het vrouwenvoetbalteam en de hockeys hebben het al veel langer. Ja. En
het ziet er ook heel leuk uit. Het, ja. het maakt vrouwelijker. En wat is daarop tegen? Maar is het een verplichting? Is het heel raar? Als het was een opgelegd ding. En dat is een hele rare... Nou ja, dat is de wereld op zijn kop, vind ik. Is het de schuld... wat kunnen we eraan doen als iedereen dit hier vindt? Heeft u dat wel eens gevraagd? Bijvoorbeeld bij de NOS? Waarom zij... Ja, zeker. Want je hebt dat programma met Wilfred Gené op zondagavond. Daar zit Tom van... Oh nee, met Jack van Gelder. Jack van Gelder, sorry. What's the difference? Lijkt op elkaar. Ja, nou ja, goed. Het is allemaal voetbal en allemaal mannen. En daar, daar kijk ik ook niet meer naar. Maar Jack heeft dan Tom van het Hek nu gevraagd. Die mag er af en toe zitten. En dan zeg ik ook, waarom vraag je daar nooit eens een keer een vrouw bij? Nee. Ja, dat is gewoon niet interessant genoeg. Hij zou het wel willen, zegt hij dan. Maar ja, hij denkt niet dat de kijkers dat zouden appreciëren. En als het gaat op de manier zoals het nu gaat, denk ik dat ook. Het is totaal niet interessant. Zoals nu die interviews gehouden worden, denk ik dat een vrouw ook denkt. Goed, daar hoef ik niet bij te zitten. Ik ben wel toch wel benieuwd naar het internationaal perspectief. Want we hebben het nu steeds over Nederland. En vooral ook, de stelling lijkt eerder nog, de Nederlandse media zijn conservatieve. Nog dan de sportwereld. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe dat in het buitenland gaat. Even een voorbeeld geven. Ik kijk American Football via ESPN. Amerikaanse wedstrijden. Dan valt mij altijd op dat vrouwen daar een belangrijke rol spelen in het commentaar. Ja. Nou, ik bedoel, een grotere macho sport bestaat er volgens mij niet. Dus ik ben wel benieuwd of daar onderzoek naar is gedaan. Ja, internationaal zijn dezelfde thema's aan de orde. Terwijl het wel is dat ook daarin in dat Nederland misschien... Je niet voorop loopt. Misschien niet voorop loopt, heel erg achterop loopt. Nee. Dat is niet zo. Nee, heel erg. Maar ga jij eerst. Ja. Nee, maar het is niet zo dus dat dit alleen maar speelt in Nederland. Het is eigenlijk in alle landen een beetje hetzelfde. Het gaat om in het beeldvorming, de media en specifieke groepen die minder aan sport doen dan anderen en mindere kansen krijgen. En ook zeker in kaderfuncties, daar kan ik straks nog iets over laten zien. En dat zit in Nederland een beetje gemiddeld over het aandeel vrouwen in hoge bestuursfuncties. Dus het zijn wel dezelfde thema's, maar Nederland doet op sommige plekken nog inderdaad iets. Loopt nog iets extra achter. Het is net als met kinderopvang. Een conservatief katholiek land als Spanje heeft dat perfect geregeld. Wij hebben een huisje in Spanje, de vriendinnen van Barbara. 8:30 brengen ze die kinderen naar de kinderopvang. En om 5:00 hebben ze gegeten en gedronken. Het kost €150 per maand. En dat gaat perfect, met iedereen werkt ermee. Als je kijkt naar de Spaanse televisie, Real Madrid, of bij het WK-voetbal, het EK-voetbal. Duitsland, Engeland, Spanje, de grote voetballanden, zijn het vrouwen die de interviews doen na afloop. Als je de Duitse ZDF Sportshow kijkt op zaterdagavond, is er één keer om de 4 dagen een vrouw die het presenteert. Al die landen die wij als conservatief beschouwen, die katholieke Italië, Spanje bijvoorbeeld, daar zijn het vrouwen die op 50% basis meedoen met de grote mannensporten. Ja, soms op een hele tricky manier, want ze worden ingezet omdat zij betere quotes van die mannen kunnen ontlokken. En dat is dan klasse van ze. Dat is dan klasse van ze. Ja. Dat betekent dat ze dus beter zijn dan de mannen, want het gaat om de quote. Maar het zijn ook voorbeelden van in de kleedkamer dat vrouwen daar niet helemaal veilig waren. Tuurlijk. En die zijn ook uit het buitenland. Dus het is niet dat het buitenland Valhalla is voor vrouwen. Maar ook in de Tour de France. De afgelopen Tour de France waren er ook vrouwen die... Marijke? Ja, maar als we het nou over hebben, sport en mannenwereld. Gaat het dan steeds om wie er interviewt en wie niet? Als het gaat over sport en mannenwereld, gaat het erom over de sporters. Daar hebben we het steeds over. En als we naar de sporters kijken, dan is het geen mannenwereld. Dan zijn net zoveel vrouwen als mannen die sporten. In de aandacht is het misschien anders. Maar in de sport, en dat is voor mij het belangrijkste, is het minstens hetzelfde. Dus... Ja, maar Bibianne ervaart het anders als sporter. In haar snowboardwereld. Ja, nou ja, in die zin. Ik neem prijzengeld bijvoorbeeld. Vrouwen krijgen per definitie altijd minder dan mannen. We nemen dezelfde risico's. Heel sterker Hollands. Nog. Ja, sterker nog, onze risico's zijn bijna groter, omdat de courses gebouwd worden op mannenprestaties. Met het gevolg dat we eigenlijk meer risico lopen om onszelf te blesseren. Maar we krijgen wel de helft van het prijzengeld. En wat doen jullie eraan? Ja, we hebben er wel eens een discussie over gehad. En dan zeggen ze, het niveau van de mannen is hoger en daarom interessanter om naar te kijken. Is dat zo? Nou ja, ben ik het niet mee eens. Nee. Op snelwoord is dat toch ook helemaal niet? Nee, absoluut niet. Maar het is in alle sporten is het bijna zo dat het de vrouwen minder krijgen dan de mannen. Misschien worden er soms hele rare redenaties aan gegeven. Dat bijvoorbeeld, maar de vrouwen hoeven maar om 2 gewonnen sets te spelen bij tennis en de mannen om 3. Dus die moeten dan meer. Terwijl je kan ook zeggen, waarom stel je dat niet gelijk? Vrouwen kunnen best ook om 3 gewonnen sets spelen. Of andersom, mannen. Je weet alleen, hoe is open is dat geloof ik gelijkgesteld.
En je kunt ook zeggen, vrouwen doen er soms langer over, dus dan moeten ze eigenlijk meer verdienen. Maar er worden vaak van dat soort redeneringen gegeven die ja, heel dubbelzinnig zijn. En vooral inderdaad, die spelregels, die zijn ook aardig conservatief. Want het is echt niet meer zo dat vrouwen geen 10 kilometer zouden kunnen schaatsen. Dat is echt iets uit vroeger, hè, dat idee van, oh, dan halen ze de eindstreep. Mannen kunnen dat toch bijna ook niet? Maar in die zin denk ik, ja, die simpele aanpassen stellen het gewoon eerst eens gelijk. Maar leidt die niet het mindere waardering op het topniveau niet ook tot ongelijkheid ook op het lagere niveau? Dan kan jij misschien... Of is er evenveel geld beschikbaar voor mannen als voor vrouwen? Nee, dat is wel een ander type onderzoek wat je dan moet gaan doen. Dat heeft Equality een mooi onderzoek een keer gedaan. Naar waar gaat het gemeenschapsgeld naartoe? En via de gemeente gaat het merendeel van het geld dat naar de sport gaat, komt uit gemeenten, dus naar clubs en zo. En dan hoewel de specifieke projecten zijn soms op bijvoorbeeld allochtone vrouwen. Dan denk je met, oh, dan gaat dan specifiek, ons geld gaat alleen naar die groep. Terwijl als je kijkt waar dus het gemiddelde geld heen gaat, dan gaat het merendeel van het geld naar mannen, naar de jongens en mannen. Denk aan het stadion ook bijvoorbeeld ook of zo. Ja. En wie speelt er, wie komen daar? Nou ja, dat zijn toch vooral maar binnen vereniging ook. Ja. En internationaal, ik praat over Europa, zie ik ook dat als er een keuze gemaakt moet worden over het geld, dan gaan de mannenteams daarheen. Stel dat je een seniorenteam hebt, een onder 21 team, dan gaan die mannen erheen. En de vrouwen vallen dan af, dus ook het vrouwen seniorenteam. En wat doet u daaraan? Ja, naar die landen toe gaan. Ik ben net begonnen, een half jaar geleden. En dat is een van de dingen die ik vast van plan ben. Ten eerste om het te verjongen. Ten tweede om overal vrouwen in te krijgen. Daar ben ik ook al hard mee bezig. En ten derde om naar de landen die tot nu toe niet regelmatig bezocht zijn, om daar naartoe te gaan. Hoe komt het, denkt u, dat er zo weinig vrouwen... Vrouwen zijn geen scheidsrechter en ze zitten niet in een sportbestuur. Er zijn echt bijna geen vrouwelijke scheidsrechters. En heel weinig... Maar hockey wel, hè? Ja. Ja, oké, voetbal dan. Ja. En boksen ook niet. Nee, maar het zijn er veel minder. Ja. En in sportbesturen ook. Ook, ja. Hoe dat komt. Ja, wat denkt u? Ja, god, ik zou het niet helemaal weten. Ligt het niet ook een beetje bij de vrouwen zelf? Ja. Vrouwen zijn verstandig, die hebben geen zin in dat gezeur. Nee, helemaal niet. Dat is ook wel leuk om het gezeur te ontbreken. Ja. Kijk, er is heel veel leuks aan een sportbestuur, maar er zijn ook vervelende dingen. En het vervelende is tijdens een vergadering dat mannen allemaal hetzelfde zeggen achter elkaar. Dat kost ontzettend veel tijd. Ja, en de truc is gewoon dat je op een gegeven moment als vrouw dat doorhebt. Dat je dat aanvaardt als een gegeven. En dat je dus op de goede momenten ertussendoor komt en dat je één ding aan de orde stelt. En dan moet je nog niet in je eigen valkuil trappen, die ik altijd had. Dus dat ik mezelf ook nog in de reden viel, want dan bedacht ik weer iets nieuws. Ja. Dus dat heb ik allemaal afgeleerd. Ik weet precies waar ik het over wil hebben. Ik laat die mannen hun woord doen. En langzaam maar zeker komt er respect en luisteren ze en... Ja, op dit moment in ons hockeybestuur hebben we 4 vrouwen die allemaal uiterst verstandig zijn en ook die aanpak herkennen. Maar denkt u dat het u moeilijker is om in het bestuur te komen dan voor een man? Nou, het is natuurlijk altijd toch moeilijk te praten. Ik weet het niet. Ik denk, ja, misschien, kijk, zolang je nieuwe mensen laat kiezen door mannen, zullen het eerder mannen worden. Dus je moet... Als je in een bestuur zit als vrouw, zorgen dat je in ieder geval altijd ook in de commissie komt of wat je doet om nieuwe mensen moet daarbij te trekken. Moet je beter zijn dan mannen eigenlijk? Beter weet ik niet. Misschien iets verstandiger. En je moet vooral inderdaad eigenlijk de perfecte zijn. Want je moet zowel met die mannen mee kunnen doen. Dus je moet een beetje... Maar je moet ook wel de vrouw blijven. En je moet ook niet te bitchy zijn. Dus nee, het is je moet best... ook gewoon lachen. Hè? Een beetje humor. Ja, humor is een van de tips, toch? Ja, is het allerbeste. Ja. En misschien ook wel leuk om hier wel even een slide te laten zien. Want ik vind het al... Is dit hem? Ja, want dat zien we... ja, die vorige. Dat er wel ook veel veranderd is in Nederland. Of er aandacht is voor, hockeybestuur doet het goed. En het heeft wel deels te maken met, maak je die keuze bewust van, we willen vrouwen in het bestuur evenveel. En dan gaat er een uitkomt een nieuw in. We willen soms een vrouwelijke voorzitter. Daar worden tegenwoordig steeds meer keuzes voor gemaakt. Je ziet hier 2002 naar 2010. Dat het aandeel vrouwen, dat is donkerblauw, is gestegen van 10% naar 21% in bijna 10 jaar. En wat misschien nog belangrijker is, dat het aandeel besturen, wat geen enkele vrouw in het bestuur had, in 2002 was dat 50% van de Nederlandse Olympische sportbesturen. En dat was gedaald naar een kwart. Dus er zijn steeds meer besturen in Nederland die ervoor kiezen en die hun best doen. Dus het kan best. Maar dat komt door een actief... Oh, u wil heel graag iets zeggen. Nou, dat mag. Kaartje Vinkenburg, Vrije Universiteit. Ik vroeg me af... Als je nou kijkt naar die percentages, ik weet niet hoeveel mensen er gemiddeld in zo'n bestuur zitten. Maar hebben we het dan over 1 vrouw of 2 vrouwen als we het hebben over 21%?
Ja, dat verschilt dus heel erg. Want hockey en de roeien doen het heel goed. Zijn grote 50-50. En zijn grote bestuur ook. Ja, maar de meeste hebben wel... Gemiddeld is 5-6 bestuursleden. 10. Nee, maar bedoel, ik vind wel een goede vraag. Ja. Is dat in aantallen ook 23%? Want kritische massa kennen we uit... Ik weet niet zoveel van sport, maar wel heel veel van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven. Ja. En dat is dus een van de belangrijke... Kijk, in de samenleving hebben we 50-50 ongeveer, zeg maar. Dit is waar je moet kijken als het gaat over of het een mannenwereld is. Als je het hebt over 21%, dan vind ik dat als dat maar één vrouw is... met alle respect is ze gewoon heel vaak de excuus. Ja. We hebben helaaas weinig besturen met excuusguzen. Maar dat is er vaak maar één. En één, dan ben je een vertegenwoordiger van je categorie... en niet jezelf vanwege je eigen expertise. Ja. Dus is het een mannenwereld. Dus is per definitie een mannenwereld. Zelfs met een enorme stijging, hoor. Want het is fantastisch, die 21%. Maar als het één vrouw is, is het wel een beetje Dat zijn de draaidoorvrouwen. Die mag ik jou nog iets vragen? Ja. Want je bent deskundig op het bedrijfsleven. Daar zijn ze natuurlijk ook al jaren bezig, wat niet echt lukt. Wij zijn nu ook bezig met sport, hoor. Kasia Pogranovic, een student van mij, is bezig met een afstudeeronderzoek... naar vrouwen in de top... functies in de sport. Dus niet zozeer vrouwelijke topsporters, maar topfuncties in de sport. Ze heeft u gisteren geïnterviewd. Ja. En jou volgens mij morgen. Klopt, hè? En waar, waar lopen de vrouwen het meeste tegenaan? We doen een kwalitatief onderzoek. Dus we vragen naar, zoals dat heet, de career narratives. De verhalen van over hun eigen loopbaan. Ja. Dus het is niet representatief of generaliseerbaar. Maar misschien kan Kasia het zelf vertellen. Waar lopen die paar die je hebt geïnterviewd tot nu toe tegenaan? Ga maar even staan als je wil. Nou, ik moet er even bij vertellen dat we dit opdracht doen van Women Win. We doen de samenwerking met Women Win. En dat is een organisatie, een stichting eigenlijk die vrouwen in voornamelijk ontwikkelingslanden probeert te empoweren middels sport. Dus ze financieren bepaalde sportprogramma's en dergelijke. En ik doe mijn afstudeeronderzoek dus naar dit onderwerp. En ik heb nu een aantal vrouwen gesproken. En wat voornamelijk naar voren komt, wat ik vaak hoor, is dat het... juist omdat het een mannenwereld is in die zin dat er dus alleen maar mannen zitten in die besturen. Dat er dus ook alleen maar naar mannen wordt gevraagd. Dus het is echt een soort van netwerk. Er wordt niet echt gekeken naar kwaliteiten van mensen. Er wordt niet gekeken naar capaciteiten. Er worden geen assessments gedaan of wat dan ook. Het wordt... Ja, mensen worden gewoon gevraagd. Binnen hun old boys network. Ja, precies. En wat zeggen de vrouwen wat je daaraan kan veranderen? Wat hoor je? Je moet wel zeg maar heel erg zelf sterk in je schoenen staan dan. En heel veel vrouwen zijn denk ik toch wel onzeker. Zichzelf te laten zien dan. Om zichzelf te verkopen. Ik weet niet, er is een proefschrift verschenen, ook in het Leringbond, over dit thema eigenlijk. Die heeft heel veel vrouwen geïnterviewd. En daaruit blijkt wel inderdaad dat vrouwen ook eerder zitting nemen wanneer er al iemand anders zit. Ja. Wanneer ze vinden het eng. Ze denken dat is een beetje oude mannen. En ook al is dat soms veranderd, maar het is wel het beeld. Dus je moet ze soms begeleiden om zitting te durven nemen. Ja, precies. En wat, want ik vond een interessante, dat je zei ook, maar misschien kan je dat bevestigen, weet ik niet. Vergeleken met het bedrijfsleven is de sport misschien nog wel extra lastig. Want die denken nog meer dat ze eerlijk doen. Want de sport gaat natuurlijk, het is winnen of verliezen. Dus ze hebben ze heel erg zelf overtuigd van hun eigen neutraliteit. We zijn objectief, ze zijn neutraal, weet je. Daar gaat het bij ons niet om. Gaat niet om man of vrouw, we kijken gewoon naar de beste. De beste wint. Ja. Maar die notie is natuurlijk in het bedrijfsleven ook wel. En wat je heel vaak ziet is dat er zeg maar een soort van automatische discussie is van gaat het nou over kwaliteit of over diversiteit. Terwijl ik roep dan altijd heel hard kwaliteit is een non-issue. Je kan er namelijk donder op zeggen dat die vrouwen die überhaupt in aanmerking komen voor dit soort functies... en dat is natuurlijk niet alleen maar de topbesturen, maar ook in de aanloop naar dit soort functies... dat die zeer gekwalificeerd zijn en misschien zelfs wel overgekwalificeerd. Want ze hebben gewoon al die hindernissen onderweg moeten overwinnen. Alleen de ervaring leert, en jij noemt het onzekerheid, misschien is dat ook wel het woord wat die vrouwen zelf kiezen in dit soort interviews... Vrouwen worden ook geacht bescheiden te zijn. Hè? Als ze zich daar niet aan houden aan die norm. Ja, als ze zeggen, ik ben dus heel erg goed in dit en dat. Dat is heel goed wat je naar voren hebt. Ja, kop eraf. Dat valt mij ook altijd op. Ik kom uit een feminine omgeving. Met mijn moeder opgevoed en twee dochters en een vrouw. En ik had niks te vertellen thuis. Maar het merkte ik, allemaal talentvolle vrouwen. Ik had minder talent, maar ik was overtuigd van mezelf dan die vrouwen. En dat is toch iets heel raars in onze samenleving, dat vrouwen per definitie onzekerder zijn. Je wordt er echt ook aan gehouden, hè? Ja, het is een prescriptieve norm, zeg maar. Op het moment dat je daar bewust van, ik ben bijvoorbeeld zelf, ik ben absoluut niet bescheiden aangelegd.
En gelukkig daar ook in gestimuleerd door mijn ouders. Daarom sta ik hier ook weer met de microfoon in mijn hand. Maar ik moet dus echt af en toe confrontaties aangaan met, mijn, met de mannen in mijn omgeving. Die zeggen, als jij dit nog één keer zegt, meisje, dan word je het dus nooit. Ja, ja dat is, nou, dat ja, is ik zo vind het heel goed dat je naar voren bent. Ik schrik er ook weer net van. Tenzij je echte topmensen hebt, want wij interviewen heel veel topsporters. Dat zijn echt kwaliteitsmensen. En die hebben dezelfde onzekerheden, mannen en vrouwen. Vlak voor grote prestaties. Ja. Dezelfde onzekerheden, maar het niveau daaronder, de bestuurders. Ja. Mannen met name, zijn overtuigd. Ik bedoel, Ajax zou toch nu een vrouw moeten hebben? Ja, absoluut. Ja. Ja, we willen er heel in het, ja, precies. We willen er heel graag in interviewen. Dan wist het allemaal niet maar even met rust, geloof ik. Wat wel, de cijfers zijn verbeterd door de streefgetallen, hè? Die OCMW heeft uitgesproken dat er meer vrouwelijke bestuurders moesten komen. Ja, zo is het ooit begonnen. Maar dan is het wel raar dat ze zichzelf daar eigenlijk ook nooit aan gehouden hebben. Wij hebben op een gegeven moment weer een onderzoek gedaan van hoe staat het eigenlijk mee? Er was inderdaad uitgesproken van we willen graag in 2010 25% halen. Nou, dat is dus net niet gelukt. Maar niemand wist maar weer dat weer te achterhalen. En er wordt dus inderdaad ook niet in die zin gemonitord van hé, hoe gaat het eigenlijk met die ontwikkeling. Terwijl ik denk, dat is, ja, dat is goed. Laat zien ook, hè, ook al zijn we er nog niet, laat ook zien dat het verbetert. Want dat is ook, dat geeft de burger moed, laat ik maar zeggen. Ja, want Marijke, jij bent ook heel actief daarmee bezig. Hoe trekken die mannen dat? Want kan jij vertellen wat jij in de Europese Hockey Federatie aan het doen bent? Nou, die mannen trekken het heel goed. Kan je vertellen eerst wat je aan het doen bent? Ja, wat ik aan het doen ben. Nou, ik heb een hele lange carrière. Ik ben begonnen bij de hockeyclub gewoon allerlei dingen te doen. Dat ga ik niet allemaal vertellen, want ik snap dat dat te lang duurt. Maar in ieder geval de jongste jeugd, tophockey. Bondsbestuur van de Hockeybond en van daaruit in internationale commissies. Hockeyclub, Leiden. Ja. En vervolgens door die internationale commissies, waar het me altijd opgevallen is binnen hockey, dat volkomen gelijk is, mannen en vrouwen, aantallen, maar ook de manier waarop je met elkaar omgaat. Ben ik uiteindelijk terechtgekomen waar ik nu zit. Dat is in de functie van de president van de Europese Hockeybond. Dat was een interessant gevecht, kan ik jullie vertellen. Verkiezingen, ik dacht ik ga het doen. Ik heb wel nagedacht, denk ik, dat kan ik tegen mijn verlies. Nou, ik dacht, ja, dat kan ik. Maar toen ik dus echt in augustus daar bij de verkiezingen tegenover een Duitser in Duitsland mijn verkiezingsspeech moest houden, toen dacht ik al, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar ik won het. Dacht hij dat ook? Nou, hij was heel zelfverzekerd. En het was een enorme klap voor hem dat hij het niet werd. Wat ik natuurlijk toch vervelend voor hem vond. Want we hadden nog een heel EK in Duitsland. En hij was gastheer. En in al zijn financiële bladen stond dat hij van een Niederlanderin had verloren. Nou, veel erger kon het niet. Dus wat dat betreft, bescheiden heb ik die week me wel bescheiden opgesteld. Ja, en toen liet hij nu Duitsland Europees kampioen worden. Ja, precies. Ja. Dit is te erg. Dit kan ik niet nog erin wrijven. Maar goed, ik heb het gedaan. En ik moet zeggen dat achteraf ben ik er trots op dat ik het gedaan heb. Het vond niet makkelijk, maar en het is nu ontzettend leuk. En iedereen om me heen werkt enorm mee. En ik heel goed nieuwe ideeën. Wat ik net al zei, alle commissies, overal vrouwen in. Ja, maar dat is een actief landen. Beleid, toch? Actief beleid, ja. En dat is wat jij voorzit, dat alle landen vrouwen in hun sport besturen. Ja. En hoe wordt daarop gereageerd? Nou, heel goed. Behalve door die mannen die nu het veld moeten ruimen. Ja. Die zijn heel teleurgesteld. Maar ja, dan zeg ik, ja jongens, jullie doen het al 12 tot 28 jaar. Dat is genoeg, een nieuwe. En er zijn natuurlijk zeker mensen die het niet leuk vinden. Ik vind het leuk. We kunnen uren doorpraten, maar we gaan even. We moeten weer verder. Bibian, jij zei het net al. Jij ervaart nog steeds wel verschil man-vrouw. En ook heb je uitgelegd als gehandicapte. Mm-hmm. Jij bent met een heel mooi initiatief bezig, want je zei heel veel mensen vinden het nog eng. Ja. Kan jij vertellen waar je mee bezig bent om die engheid weg te nemen? Ja, nou ja, ik heb 10 jaar geleden verloor ik zelf mijn been. En toen ben ik heel erg gaan nadenken van. Wil je vertellen hoe je je been verloor? Ja, ik snowboarde op redelijk hoog niveau. En, op heel hoog niveau, dit is die vrouwelijke bescheidenheid, maar ga verder. Ja, sorry. Ja, typisch die bescheidenheid. Ja. Op het allerhoogste niveau. Goed, ga verder. En scheurde mijn enkelbanden in en dat bleek achteraf na een seizoen botkanker te zijn. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik mijn rechteronderbeen geamputeerd moest worden. En ik weet nog heel goed dat ik uit het ziekenhuis kwam. En dat ik woonde op een woonboot in Loosdrecht. En op een plek waar een heleboel mensen langs liepen. En daar zat ik met een handdoekje over mijn been heen. Want ik vond het toch een beetje eng. En toen ging ik bij mezelf te raden van oké, hoe ga ik hier dan mee om? En toen dacht ik van hoe keek ik tegen iemand aan als ik iemand met een prothese in het dorp zag lopen in een korte broek? Wat
waarom keek ik daarnaar? En toen dacht ik, nou, ik kijk daarnaar omdat ik het interessant vind. En omdat ik nieuwsgierig ben wat het is. Omdat het anders is dan anders. Of, ja. En toen dacht ik, oké, maar als dat zo is... en omdat het niet is omdat ik het raar of gek of eng vind... nou, dan vind ik het eigenlijk helemaal niet erg om te laten zien. En vanaf dat moment heb ik heel bewust bedacht van, nou ja, oké... dit is me overkomen, hier kan ik niks aan doen, heb ik niet voor gekozen. En de mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Want ja, ik moet hier ook mee verder. Maar ik ga niet als een achterlijke alles verbergen... omdat ik de ander daarmee zou plezieren. En ik heb in mijn omgeving gemerkt dat mensen daardoor... juist het heel makkelijk vonden om me te benaderen. En ja, de leukste reacties krijg je van kinderen... die gewoon spontaan vragen, joh, wat heb je met je been? En mag ik het even aanraken? En... Want jij loopt, ik heb hier wel zien in minirok. Ja. Met, ja, je, oh, ja, ja, fantastisch met... om te zien. Ja. Ik ben de eerste keer heb ik ook heel erg gekeken. Ja, ja. Hoe ziet het eruit? Ja, maar dat is ook zo. Ja. Maar het is meer omdat je nieuwsgierig bent. Omdat je het normaal gesproken eigenlijk bijna nooit ziet. Nee. En ja, zodoende heb ik zoiets van, nou ja, laat het vooral ook zien. En schaam je er niet voor. We zijn als ieder ander. En ook met betrekking tot sport, ja, kunnen we... Althans, ik ben tot nu toe nog niets tegengekomen wat ik echt niet meer kan door het feit dat ik een been mis. Wat wel heel mooi is, echt waar? Ja, maar ja. Je beschrijft het verlies van je been als een verloren wedstrijd. Ja, ja, nou ja, in die zin dat toen ik kreeg de keus, achteraf gezien denk ik helemaal niet dat het een keus was. Want het was of inderdaad doorgaan met de operatie zoals die gepland was. En het zwaard van Damocles boven mijn hoofd van, ja, mochten er nog eventueel kankercellen ergens zitten, dan moest dat been er sowieso af. Of meteen voor amputatie kiezen. En toen kwam je komt in een revalidatiecentrum terecht en dan krijg je een maatschappelijk werkster waar je mee spreekt. En ik heb heel bewust, toen ik de keuze maken vond ik vreselijk. En daar kreeg ik 2 dagen de tijd voor. Dus ik heb 2 dagen lang alleen maar gejankt en met mijn vrienden, of nou, mijn vriend en mijn moeder, mijn directe naaste, om me heen gesproken. En heel veel gehuild en heel veel, hoe kunnen ze me vragen om mijn been te laten amputeren? Maar toen ik eenmaal de keuze had, want ik ben ook nog eens weegschaal van sterrenbeeld, dus alleen maar wikken, wegen, wikken, wegen. Maar toen ik eenmaal de keuze heb gemaakt, dacht ik, oké, nou ja, hup, boek dicht. En ik moet weer verder, weet je. Als ik iets wil maken van mijn leven, ik wil iets maken van mijn leven, dan moet ik verder. En dan wil ik niet kijken van, oké, waarom ik? Daar word ik alleen maar heel erg verdrietig van. En toen mijn arts me zei van, joh, wat is je keuze? Ik zeg, nou ja, ik kies voor amputatie, maar dan wil ik ook vanmiddag hier een prothesebouwer aan mijn bed hebben zitten, om te laten zien wat voor benen er zijn en wat ik nog kan in de toekomst. En dat was voor mij een manier om te overleven eigenlijk. En ja, dat is gelukkig goed uitgekomen. Maar wat jij nu doet ook, jij gaat films opnemen, mensen die voor zo'n keuze staan, dat je ze laat zien wat er mogelijk is. Ja, ik ben eigenlijk, en dat is helemaal vers van de pers, net een eigen stichting begonnen, ja. De Mentality Foundation. En daar probeer ik als een van de pijlers... ik heb zelf eigenlijk toen ik wel ziek was, maar nog niet wist dat ik botkanker had, ben ik een jongen tegengekomen op de X-Games. X-Games? X-Games is eigenlijk een beetje een tegenhanger van de Olympische Spelen voor extreme sporten. Mm-hmm. En die zag ik overdag snowboarden en die sprong over de grootste schansen heen. En dan heb ik het echt over 20, 25 meter vliegen. De mooiste trucjes doen en noem maar op. En ik zag hem wel iets mank lopen, maar voor de rest niet. En 's avonds kwamen we terug in een appartement waar hij toevallig ook sliep. En hij komt toevallig naast mij zitten op de bank, stroopt zijn broek omhoog, klikt zijn been uit en zet dat naast de bank. Ik was in een omgeving van alleen maar topsport, dus mijn mond viel open. En ik had echt zoiets van, wat is dit echt? En die week brak mijn kamergenootje haar scheen en kuitbeen. En we kregen uiteraard 's avonds over haar val en wat er gebeurd was. En toen raakten wij in gesprek van, joh, wat is er met jou gebeurd? Nou, hij had ook een snowboardongeluk gehad, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Maar hij hielp bij het ontwikkelen van protheses en was daar op een hele positieve manier mee bezig. 8 maanden later stond ik zelf voor de keuze of ik mijn been moest laten amputeren of niet. En omdat ik hem ooit ontmoet heb, heb ik nooit de twijfel gehad of ik ooit weer zou snowboarden en mijn passie zou kunnen volgen. Want ik wist in mijn achterhoofd, nou ja, als hij het kan, kan ik het ook. En toen ik net zelf geamputeerd was, ben ik heel veel gaan googlen op internet van, joh, wat kan ik vinden over het snowboarden met een lichamelijke beperking? En daar kon ik nog heel weinig over vinden. Dus die sportwereld is daarin nog heel aardsconservatief? Ja, absoluut. Er zijn allemaal kleine... Zo makkelijk natuurlijk. Nou ja. Ja. Ja, er zijn een heleboel kleine initiatiefjes, maar er is nog niks echt
heel erg homogeen. En ja, dat ga ik, of in ieder geval, dat wil ik heel graag proberen ook om dat een beetje te veranderen. En mijn uiteindelijke droom is om daarin ook gewoon de beeldvorming voor mensen met lichamelijke beperking gewoon iets, toch wel iets te veranderen. En Monique van der Vorst is hier ook aanwezig. Monique? Ja, daar ben je. Ja, Monique, wel een heel bijzonder verhaal. Je bent op je 13 in een rolstoel beland. Na een ongeluk in 2010. Toen ben je een hele goede handbiker geworden, heel fanatiek. Ik heb je lijst erop nagekeken, maar dat is echt niet normaal wat jij allemaal hebt gewonnen. Onder andere ook heel veel gouden medailles op WK's, Paralympics, zilver, 2 keer. En ineens na een ongeluk, weer een ongeluk, in 2010 kon jij weer lopen. Ja, het is iets langer gegaan en het is niet zo gelukkig en je loopt. In een notendop? Dat staat in mijn boek, dat komt in april uit. maar, wie kun je vertellen dan? Heb jij ongelijkheid in de sport meegemaakt in de tijd dat jij in een rolstoel zat? Ja, nou, ik vind het heel triest om nu te zien hoeveel media-aandacht ik krijg en hoeveel ik gekregen heb in de Paralympische sport. Ja. Nu krijg ik internationale media-aandacht van de ABC, New York Times en alle Nederlandse kranten heb ik met kerst weer gestaan. Toen ik Paralympisch zilver won, stond ik klein in de Telegraaf en daar was het dan. Toen mijn teamgenoot wereldkampioen handbike op de tijdrit won vorig jaar, stond het nergens. En dat vind ik zo triest, want ja, als je die aandacht niet geeft, dan wordt het nooit groot. En ik probeer mijn interviews, de gehandicapte sport, de Paralympische sport, of hoe je het noemen wil, een warm hart toe te dragen van het heeft mij zoveel gegeven. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen ook heel veel kan geven. En mensen raken geïnspireerd door mijn verhaal en hoe ik ermee om ben gegaan. Maar daar zit eentje. En er zijn een heel land vol Paralympische sporters. En die zullen meer aandacht moeten krijgen. Want ja, daar kan iedereen geïnspireerd van worden. En ja, het is gewoon zonde. Want volgens mij las ik dat bij jullie beiden. Sport zorgt er ook voor dat je uit een isolement raakt. Ja, ik was 13. En op een gegeven moment zit je in een rolstoel. En dan ga je terug naar school. En daar word je pas geconfronteerd van ja, ik ben degene die anders ben. En nu? Dus je eigenwaarde was weg, je zelfvertrouwen, alles weg. En dan ga je sporten en dan kan je sowieso. Ik ging handbiken en dan kon ik weer zelfstandig fietsen. En ik kreeg gewoon zelfvertrouwen, ik ging sporten. Ik voelde me weer iemand, kreeg identiteit. En ja, zo klom ik weer naar de top. Is het met de sport zelf wel goed gesteld? Met het handbiken en de mogelijkheden die jij kreeg? Of is er ook enorm vechten altijd geweest als je ziet hoeveel geld er naar het gewone fietsen gaat? Ja, dat is ook. Het gaat nu wel iets beter nu de laatste jaren, maar ik ben nu sinds kort in de Rabobankploeg, profielrenner. En als ik nu zie hoe professioneel ik daar begeleid word en hoe ik al die andere jaren begeleid word, dan, ja, dan is het een lachertje. En ik studeer bewegingswetenschappen, waardoor ik zelf ook heel veel nagedacht heb om verder te ontwikkelen. Maar als ik dat niet had gedaan, had ik nooit het niveau kunnen bereiken in de Paralympische sport. Maar je bent dus in een professionele ploeg terechtgekomen. Want er is nu net dat NOC-NSF heeft een plan aangenomen waardoor de kleinere sporten minder geld krijgen. Dat zou dan een consequentie hebben voor, als zij nog amateursporter was, al niet in die Rabobankploeg had gezeten, dat had consequenties gehad, denk ik. Zijn dat verantwoorde beslissingen dan? Ja, dat zijn beslissingen die de bonden met elkaar genomen hebben. Gisteren is het. Ik kan niet volmondig zeggen dat ik erachter sta. Ik kan me heel goed voor andere kant voor. Weer ongelijkheid. Ja. Nou, heel eerlijk dat ik het zeg. Heel kort, want we gaan door naar wat maatschappelijk initiatief. Wat wel, nee, nog één ding met jou. Ik neem aan dat je heel blij bent dat je weer kan lopen. Maar ik las ook de teleurstelling dat je nu niet meer op de Paralympische Spelen met handbike mee mag doen. Nou, nu heb ik dat zeker niet meer. Maar toen ik net kon lopen, dat was vorig jaar. En toen was er opeens heel veel onzekerheid. Want ik kon van hier niet naar daar lopen, maar ik werd wel door het hoofd van de Paralympisch team gezegd van ja, doei, je mag niet mee. En toen voelde ik me echt gehandicapt, want ik was mijn passie kwijt, mijn topsport. Ik kon niet daarheen lopen, ik kon niet rennen, ik kon niet fietsen, ik kon helemaal niks. En dan kom je echt in een heel diep dal en een zwart gat eigenlijk. En gelukkig ben ik gaan trainen en ben ik uiteindelijk nu hier en op dit niveau terechtgekomen. Maar dat was moeilijk, want voor mij was het gescheiden. Ik ben gewoon topsporter. En dat stond los van mijn beperking. Dat,
Ik was gewoon sporten in mijn hoofd. Maar je hebt nu weer nieuwe doelen. Bijzonder, hè? Ja, over 5 jaar Rio. Heel goed, heel goed. En mag jij nou meedoen, want er was even twijfel over. Mag jij nou meedoen met de valide Olympische Spelen? Omdat we natuurlijk allemaal daar... net vooraf heel even met de bond gebeld. En die zeiden, ja, dat is een goede vraag. Ze denken dat ik inderdaad gewoon mee mag doen. Bij het alpine skiën is het wel anders. Daar mag je als éénbener niet meedoen. In die zin, je mag niet op één been skiën. En zitskiers mogen ook niet meedoen. Maar bij het snowboarden is dat anders dan? Ja. Ja, je staat vast op twee. Ja. Volgens mij is er niet echt een beperking of is er iets anders. Dus ik zou me niet kunnen voorstellen. Ik dacht dat ik hoorde dat dat niet mocht. Want dat zou ik wel heel raar vinden. Ja. Ik zei het al, jij hebt je prachtige stichting Mentality. Jij bent een van de initiatieven die meedingt de wedstrijd. Waar we in het begin, waar Tom Duiden van Troostwijk het al over heeft gehad. Er zijn een heleboel initiatieven, maatschappelijke initiatieven die bijdragen. Niet alleen tot de fysieke prestaties, maar ook de mentale aspect. Wat sport allemaal veroorzaakt. En tot 1 april kunnen die initiatieven voor de wedstrijd genomineerd worden. In mei worden de winnaars bekendgemaakt. En de winnaar, dat weten we nu, die krijgt een geldprijs van de Vriendenloterij, waarmee het initiatief nog meer kan worden uitgebouwd. Nou, jij bent dus één van de... Ja, gefeliciteerd van de genomineerden. Omdat jij dus, nou, dat heb je al uitgelegd, heel duidelijk, mensen met een fysieke beperking wil motiveren. Zeynep, die in de zaal zit, Zeynep Magloef van Be Interactive. Nou, volgens mij heb je ook al wel duidelijk gemaakt. Het doel is het verbeteren en versterken van zowel de fysieke als de mentale conditie. Want misschien is dat nog wel heel even leuk. Dat vond ik nog het allermooiste, heeft mij toen gegrepen. Het ging niet zozeer om het fysieke, dat je kon lopen. Maar wat dat fysieke met jou deed, dat jij ging hardlopen met jouw hoofd. Wat dat mentaal deed. Kan je dat nog 1 keer kort met deze zaal delen? Ja, dat wil ik wel graag. Dat is inmiddels al bijna 7 jaar geleden. Ik liep in Geuzeveld ergens, kwam 2 vrouwen tegen. In Jelebba, zij kwamen ergens vandaan. Ze hadden gesport, hard gelopen, dus achteraf bleek. En ik zat al die jaren thuis, 1 jaar of 15 al. Wilde heel graag wat doen. Kon niet, mocht niet. En ik had mezelf daarbij neergelegd. Maar toen ik die vrouwen zag en zij vertelden mij, ze kwamen van het hardlopen, toen dacht ik... Weet je wat, dit is mijn moment. Ik ga me ook aanmelden. Ik ben toen op zoek gegaan waar ze aan het hardlopen waren. De week daarop heb ik meegedaan. Na drie trainingen, want die vrouwen waren al bezig al een tijdje. Maar ik mocht gewoon meedoen aan het eind. Na 3 keer hadden we een hardloopwedstrijd in het Amsterdamse Bos. De midzomeravondcross. Dat zal ik nooit vergeten, want dat was echt een... dat heeft gezorgd voor een ommekeer in mijn leven. 5 kilometer hardlopen. Al die vrouwen, dat waren een stuk of 43, wisten echt niet waar we heen gingen. Niet waar ze heen gingen, ik ook niet. Wij dachten een uitje met de bus, ergens een soort klasseuitje of zo. Maar het bleek dus die cross te zijn. 'S avonds, we hadden thuis niks verteld aan onze mannen. Behalve dan dat we met de vrouwen ergens in het park zouden gaan hardlopen. Maar het bleek een algemene loop te zijn. Veel media. De camera's, fotografen, we schrokken ons kapot. Dus wij dachten, nee, we gaan terug. We kwamen uit de bus, stapten we heel, heel trots en we vonden het gezellig en leuk. Maar op een gegeven moment zagen we dat en toen liep op een gegeven moment iedereen zo van... Oh jee, wat doen we hier? We worden gefotografeerd. En echt van alles ging door ons hoofd, heel even. Maar vlak daarna hadden wij zoiets van, nou, we zijn hier en we vertellen niks thuis. We hebben gewoon een rondje door het park gedaan en... Maar goed, het was dus 5 kilometer. En ik had zoiets van, nou ja, dat red ik nooit. Ik heb weinig getraind, dat kan ik niet. Het gold voor meerdere vrouwen, maar in ieder geval voor mij. Ik kon die 5 kilometer wel helemaal afmaken, hardlopend. Ik heb niet gewandeld en toen dacht ik, nou ja, als ik dit kan, dan kan ik meer. En als ik het kan, dan kunnen meer vrouwen dat. En dat heb ik dus ook geprobeerd in de loop van de jaren van, nou ja, kom op. Dat hardlopen, dat brengt ons niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk vooruit. Je ontwikkelt je, je leert andere mensen kennen, je komt naar buiten. Want de doelen bij Be Interactive zijn ook verschillend. Voor de een is het al een doel om dat ene uurtje naar de buurthuis te komen en even te zitten, daarna te gaan wandelen of te gaan hardlopen en naar huis. Dat is al een grens, zeg maar, voor die vrouwen. Maar voor weer anderen is het... trainen naar een hardloopevenement. Mm-hmm.
En voor weer anderen is het goed conditie opbouwen en ook de trainster te worden, zodat diegene ook nog meer vrouwen kan bereiken, ja, nieuwe groepen gaat starten. Ja, ja, hartstikke mooi. Ik kan wel een uur doorgaan, nee, maar ik denk niet dat ik zoveel tijd heb. Hij is straks allemaal nog... kinderen? Ja, ik heb een zoon van 21. Die is nadat ik heel actief ben geworden ook heel erg sportief nog meer gaan doen, zeg maar. Want hij voetbalde alleen. Maar nu is hij ook aan het hardlopen. Fitness, veel meer. Ik heb daar een anekdote over. Dat wil ik wel heel graag kwijt. Mijn vriendin vertelde per ongeluk aan mijn zoon dat ik het rondje Slotenplas, dat ik dat in 17 minuten deed. En hij had zoiets van, als mijn moeder dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. Maar mijn vriendin die had het verkeerd gezegd, want het was 23 minuten op dat moment. En dus mijn zoon die stiekem maandenlang gaan trainen. En hij kan het nog steeds niet. Maar ja, hij is achteraf weet hij dus dat er een vergissing was. Oké. Dank je. Hartstikke bedankt. Is Bea van den Bos of Jamila Ashachai ook hier van Lady Fit? Lady Fit, zij is daar 10, 11 jaar geleden mee begonnen. Bewegen met een groep vrouwen. Oma's, tantes, buurvrouwen in een sportzaaltje in de wijk Kanaleiland. Dat is uitgegroeid inmiddels tot nu een sportschool voor ongeveer 1100 vrouwen. Waarvan 80-85% Marokkaanse. Zowel in de wijk Kanaleilanden, Utrecht als in Overvecht. We hebben inmiddels ook steeds grotere groep Nederlandse vrouwen. En dat is vanwege de laagdrempeligheid en het feit dat wij geen enkel voorschrift aan kleding bijvoorbeeld stellen. In tegenstelling tot heel veel andere sportscholen, fitnessscholen, Fit for Free, waar je verplicht, waar je absoluut geen hoofddoek mag dragen en dat soort. Oké, dankjewel. Annemarie van Rijn. Ik ben Annemarie Verijn, ik ben projectleider van de Vier Sports Academy. Heel in het kort, wij vangen vrouwen en meiden op die uit Loverboy-circuit komen, met eerwraak te maken. Het zijn dus meiden die hele lange tijd in de prostitutie hebben gezeten. Wat wij hebben doen sinds een jaar is dat die meiden de kans krijgen om bij een reguliere sportvereniging te gaan sporten. Enerzijds omdat sport heel goed is als je getraumatiseerd bent. En anderzijds, die meiden hebben jarenlang... ja, echt geïsoleerd geleefd. Dus wij proberen op die manier ook dat ze weer vriendschappen kunnen opbouwen. En daar zien we hele mooie dingen in. Ze worden uitgenodigd voor feestjes van teamgenoten. En we hebben dus inmiddels meer dan 50 meiden die aan het sporten zijn. Eentje ballet, voetballen, turnen, boksen. Nou, je kan het niet bedenken. We zijn nu inmiddels ook bezig met de voetbalschool op te gaan richten. En ja, we kunnen het geld ontzettend goed gebruiken om nog meer meiden te laten sporten. Hartstikke bedankt. Allemaal prachtige initiatieven. Mooi, ja. Sorry mensen dat we uitlopen. Ik wil toch nog iedereen vragen om heel kort... wat is nou je allerbelangrijkste aanbeveling om meer gelijkheid te krijgen in de sport? Wil je aftrappen of wil je dat iemand anders aftrapt? Liever iemand anders. Frits. Ik hoop dat, en daar ben ik zelf mede schuldig aan... dat de media, de publieke media met name de verantwoordelijkheid oppakken... ik gebruik heel vaak Johan Cruijff als voorbeeld. Want ook nu weer de foundation, zijn instituut. Altijd duwt hij vrouwen naar voren om leiding te geven. Het kan dus wel degelijk. Dat zijn bloeiende instituten. En wat wij moeten doen in ons vak ook, met name de publieke media. Neem meer vrouwen aan en besteed aandacht aan die vrouwensport. Het is een vicieuze cirkel. Als het een komt, komt het ander ook. Dankjewel. Agnes. Ja, misschien aanstaat bij een paar initiatieven. Dat je vooral de groepen waar het om gaat zelf dat initiatief laat nemen en ze daarbij ondersteunt. Ja. En niet, want er zijn dus voorbeelden waarin we denken, allochtone vrouwen moeten meer sporten en dat gaan wij wel even regelen. Maar ze mogen niet apart in een zwembad, het moet allemaal... Nee, zorg dat groepen waar het om gaat, die je ondersteunt bij de manier zoals zij op sport willen bedrijven. Ik denk dat een fundamenteel punt is om groepen die nu niet gelijke kansen krijgen. Ja, zoals allochtone vrouwen. Ja. Marijke. Ik roep vrouwen op om te beseffen dat ze niet alleen moeten doen waar ze goed in zijn, maar ook echt bewust denken dat ze vrouwen betrekken bij wat ze moeten doen. Echt, dat is een hele belangrijke rol. Vrouwen elkaar stimuleren. Vrouwen elkaar, als je alle initiatieven hier hoort. Vrouwen moeten het van vrouwen hebben en daar moet het gebeuren. Heel goed, ja. Nee. Ja.
Maar je hebt wel ondersteuners nodig. Soms. Nee. Moet je heel slim heel doen. Weinig. Heel slim doen. Die mannen moet je een beetje gebruiken. En die moet je gebruiken. Okay, een beetje gebruiken. Bibian. Met betrekking tot gehandicaptensport wil ik zeggen, kijk vooral naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Ja, en die ga jij ons ook met je film en je foundation laten zien. Zeker weten. Goed, ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik wil weer even het woord geven aan Tom Douden van Troostwijk, de directeur van VuConnected, voor we aan de borrel gaan, waar volgens mij nog een heleboel doorgepraat kan worden. Misschien dat we gewoon nog een keer een talkshow hierover plannen. Tom, het woord aan jou. Vreselijk saaie dankwoord, maar dat ga ik eerst even aan jou richten. Want je hebt drie geweldige talkshows geleid op een hele inspirerende manier. Vragen die scherp zijn, vragen die om doordenkers tot doordenken leiden. En daarmee help je ons allen nadenken over de vraag van hoe moet dat met die sport? Hoe kunnen we daar nou mee verder? Zo belangrijk in die samenleving, zo belangrijk voor het samenleven. Zo gedomineerd door eigenlijk verkeerde dingen. Jammer. Maar jij helpt ons een stapje verder. En ik ga jou iets aanbieden. In de hoop dat je ook nog wel even wilt blijven bij het programma. Tot het helemaal afgesloten is. Je bent beslotverrekening ook ambassadeur van het programma Sportief. En Joël pakt gewoon één tas. Misschien is het de goede tas, misschien is het niet de goede tas. Want jullie krijgen allemaal zo'n tas. Om je te bedanken met een poster. Misschien wil je hem even laten zien aan de zaal. Die zaal. Die krijgen jullie allemaal zometeen. Als dank voor jullie bijdrage aan de talkshow van vanmiddag. Daarin geef ik aan jullie als dank daarvoor. En aan Barbara natuurlijk in het bijzonder ook. Een jaar lang gratis lidmaatschap van VuConnected. Dat krijg je dus als je hier aan tafel zit. Dus dan kunnen jullie wachten totdat je een keer aan tafel zit bij VuConnected. Maar je kunt ook gewoon al lid worden als je daar niet op kunt wachten. Doe dat dan met een invulformuliertje wat in jullie map zit. Of ga even naar VuConnected.nl, waar je straks ook alles kunt zien van het thema project Sportief en hoe we daarmee verder gaan. Dankjewel, Tom. Hartstikke bedankt voor deze mooie woorden. We gaan er een eind aan breien. Er kunnen nog steeds initiatieven genomineerd worden. En in mei wordt dus bekend wie die prijs wint. Of het jouw stichting is, of die van Zenop, of al die andere prachtige stichtingen. De talkshow zit erop, helaas. Misschien komt er nog één. Daar zijn we nog een beetje over aan het brainstormen. Dat hoop ik nog wel, maar dat hoort u dan. In principe zit het erop. Er zijn nog wel meer activiteiten. Zoals onder andere op 14 maart organiseert VuConnected samen met Arkin een ochtendsymposium over de beste aanpak van agressie in de sport, met onder meer Erik van den Burg, de wethouder, en Marjan Olvers, die kennen we allemaal van Ajax, maar zij is ook universitair docent sport en recht aan de VU. En in mei dus de Grand Finale, waar de Sportief Prijs 2012 wordt uitgereikt en ook het charter gepresenteerd wordt. Ik dank u allen voor uw aandacht. Ook de mannen, leuk dat jullie er waren vandaag, dat jullie durfden te komen. En ik zeg, we gaan allemaal lekker aan de borrel. Bedankt jullie hier aan tafel. APPLAUS